Beeldmateriaal gebruiken in de klas. In het secundair onderwijs wordt dat vaak gedaan, maar in het lager onderwijs ligt dat iets moeilijker. Daar vinden leerkrachten nog iets moeilijker de weg naar het beeldplatform van Memo. Het Vlaams Instituut voor het Archief ging op zoek waarom. Met dit onderzoeksproject hebben we dus echt getracht om ook in het lager onderwijs elke dag een beeld in elke klas te krijgen door op hun maat materiaal te gaan selecteren. Dat hebben we nu heel specifiek gedaan bij de regionale zenders, omdat zij materiaal hebben die een heel regionale insteek heeft. En in het lager onderwijs is dat een belangrijke pijler om aan omgevingsgericht onderwijs te kunnen doen. De lerarenopleiding van de Artevelde Hogeschool deed wetenschappelijk onderzoek naar het videoaanbod op het platform. En daaruit blijkt dat de regionale filmpjes gewaardeerd worden. De bevinding van ons onderzoek bij kinderen was dat de beelden van regionale zenders heel goed aansluiten bij wat de kinderen eigenlijk wensten van beeldmateriaal in de klas. Namelijk dat het taalgebruik heel toegankelijk is voor kinderen. Een enorme wisselwerking tussen experts die aan het woord zijn en ook mensen die aan het woord zijn. En ook het tempo, hoe dat de montage is gebeurd, is ook belangrijk. Voor het materiaal te selecteren gaan we altijd eens gaan kijken naar de leerplannen en de eindtermen. Op die manier zijn we eigenlijk de begrippen die we in de leerplannen en de eindtermen tegenkomen gaan selecteren. En die hebben we dan voorgelegd aan de verschillende regionale zenders. En dan hebben wij samen met hen gescreend welk materiaal er mogelijk zou kunnen zijn om op het Archief voor Onderwijs te plaatsen. Zo worden in de lessen biologie van de stedelijke basisschool in Staatsegem nu beelden gebruikt van onze reportage over vleermuizen in de ijskelder van Schorisse. Wij draaiden het in 2016. Die vleermuizen hebben natuurlijk niet specifiek gezocht naar ijskelders, maar die gaan op zoek naar plaatsjes waar ze in de winter kunnen overwinteren. Kinderen leven in een beeldcultuur en het is echt wel een krachtig middel om je lessen te gaan verrijken met beelden die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen.